Wat is dit? Ja, ik heb orde is dit. Maar die wagen is voor de gloed, hè? Wat is hun fun van autocross? Ik ben sensatie, ja, volle vies. Dat is het. Maar Fierce is wel snel voorbij, of niet? Ik heb een bier gaan drinken, dus dat is ook wel fijn, hè. Autocross is een snelheidssport. Veel mensen kunnen zich echt helemaal in hoed leven. Het is een geweldig stukje vermaak. Ook niet alleen de autocross zelf, maar door de weg. Het sleutelen aan auto's. Dus, er komen door meerdere mensen bij elkaar op afgesproken ovenen om de auto weer klaar te maken van de wedstrijd. Dat is een geweldig vermaak als hobby. Wat kost het eigenlijk over een jaar, zo'n autocrossen? Ja, ik heb zelf een crossputje, dus ik hoop hoeveel kost dat. Ik kan flink deur zien. Het ligt eraan of de motor kapot gaat of zo, maar ik heb normaal nooit geen problemen. En dan kom je in de krappel. Einde oefening? Ja. Ja, ik kom er niet meer uit, ik zie het zelf. Jeugdklasse is een opstapklasse voor de jeugd. Vanaf 12 jaar mogen ze instappen. Is voor jongens en meisjes. En dus zit hier ook de deelname van de dames tot luchter niet om. En er zijn zelf dames bij die kennen die hier goed aan. Hoe is wat is leuk in autocrossen? Ja, eigenlijk gewoon alles. Gewoon de kick in de auto en ja, de spanning altijd vind ik wel leuk. Hoe oud ben jij? Nou ben ik 15. Autocross, is niet echt een sport voor jongens? Ja, eigenlijk wel, maar mijn broer wou het niet doen. En toen zei mijn vader, ja, wat vind jij ervan om het te doen? Dus ik ging het uitproberen toen ik 12 was. En ja, uiteindelijk doe ik het nou nog steeds. Wat is de allerruigste aan autocross? Het ruigste wat ik had meegemaakt is dat ik over de kop vloog. Dat vond ik wel het mooiste. Aan het winnen.